Zo, motorfietsje van Alex. We gaan even de kleppen stellen. En ik heb er al een keer een filmpje van gemaakt. Op de tafel zie je twee motorblokken staan, maar nu zit hij in het frame. Mijn favoriete stuk gereedschap, ik noem dat een T-sleutel. Dop 17. En die steken we voorin op het motorblok op de krukas. Schroevendraaier, een lompendikke schroevendraaier, steken we door het bougiegat. Het stellenhulpje, die verkoop ik los. Mensen zijn er dol mee. Ik verkoop ze eigenlijk best wel veel. Vind ik hartstikke leuk. Maar dat is een speciaal dingetje met een vierkant gaatje erin. Dus niet rond. En die past precies op het steeltje van je stelschroefje. Dan had ik voelermaatjes net gepakt. Ja, hier liggen ze. En die voelermaatjes verkoop ik ook los trouwens. En dat is de dunne serie voelermaatjes. Je hebt twee series, de dikke en de dunne. En die dunne is ook echt dun, maar er zitten de allerdunste in. En die zijn vlijmscherp en die zijn ook echt, nou, wat is dit, 0,04 mm. En voor mij waren ze nog dunner, 0,6, 0,3, 0,03, sorry, 0,06. Maar wat wij gebruiken is de 0,8 en de 1. En de 1, dat is 1/10 van een millimeter. Dus je hebt al 10 van deze nodig om een millimeter te vullen. En dit is 0,08. Dus dat is nogal dun. Je snapt het. Wat wil ik jullie laten zien? Kleppen stellen. En nou sta ik eigenlijk aan de verkeerde kant. Maar ik laat het jullie zien. Wat ik doe is het boze dode punt zoeken. Door aan de krukas te draaien. En ik voel of de zuiger op het boze dode punt staat. Er zitten merktekens achter in je motorblok. Daar kun je ook naar kijken. Maar dat vind ik te omslachtig. En je kan het ook bedienen via je achterwiel. Maar dat vind ik ook te omslachtig. Dus nou, ja, jullie kunnen meekijken zo. Boze dode punt. Waarom zoek ik dat? De zuiger moet hier ongeveer top dead end. Wat is dat? Top. In ieder geval een boze dode punt. Nou, we zien hier een enorme klepspeling. Dat klopt, want ik heb de stelschroefjes losgesteld. Maar nou weet ik niet of ik op de juiste plek sta. Nou, gaan we nog een keer kijken. Ik leg het nu expres omslachtig uit. Om de fouten terug te vinden die we expres maken. Ik weet alleen dat de zuiger op het boze dode punt staat. En dat wil ik op het hoogst mogelijk niveau hebben. En als je dan op de merktekens achter in je motorblok kijkt, dan zie je dat je goed staat. Maar als ik aan de andere kant werk, heb ik dat gat niet zitten en dat kijkt heel erg beroerd. Dus ik kijk alleen nog maar naar de bovenste dode punt van de zuiger en dat is het juiste tijdstip. Er zijn twee mogelijkheden. De verkeerde tijdstip en het goede tijdstip. Op dit moment heb ik zoveel klepspeling dat ik niet exact weet welk tijdstip ik zit. Ik ga nu draaien aan de krukas om te kijken of ik jullie uit kan leggen wat dan wel het goede tijdstip is. Nou, en ik kan je nu al vertellen, dit was het goede tijdstip. Maar we gaan nu bewust het verkeerde tijdstip zoeken. De uitlaatkleppen worden bediend. De zuiger gaat weer naar boven toe. En hier hebben we de wisseling van de wacht. En de inlaatklep wordt nu ook bediend. Nu heb ik zoveel speling op de klepstelschroef staan dat je denkt dat dit het tijdstip is om te sterren. Dat is fout. Ik noemde net de wisseling van de wacht. Dat wil zeggen dat de uitlaatklep sluit en de inlaatklep open gaat. Dat is het foute moment. Dat betekent dat ik de zuiger weer naar beneden laat gaan. Inlaatkleppen zijn nu geopend, dus de zuiger zuigt zijn verbrandingsgassen aan. Zijn ontplofbare mengsel gaat nu comprimeren. Comprimeren. In en uitlaatkleppen zijn gesloten. Zo, dit is het juiste tijdstip. Nou heb ik natuurlijk heel veel speling omdat ik de stelschroefjes heb staan. Ik pak er even een nokkaas bij. Zo. Ik heb hier een gebroken nokkaas. Hij zit er zo in. En als ik het goed heb, is deze lop en die lop, of camshaft, nok. Of nok, weet ik veel. Staan nu in het motorblok eigenlijk zo naar beneden. De vingers liggen hier zo op. Dus ik ben op dit moment hier eigenlijk theoretisch de speling aan het stellen.
Als ik de andere bovenste dode punt heb, dan heb ik de wisseling van de wacht. En dat wil zeggen dat de klepslepers hier staan. En dat is het foute tijdstip om te stellen. Dus ze zijn eigenlijk op deze twee randen staan ze. Dus dit is voor jouw rechterzuiger en dat is voor jouw linkerzuiger als ik het goed heb. Waar wil ik de speling meten? Nou, niet op de punt van de nok, want dat is de bedieningsslag. Maar wij willen de speling op de vrije ruimte hebben. En dat kun je ook zien. Hier zit een zwarte laag waar nauwelijks slijtage is. En hier eindigt het weer. Dus ik wil in dit gebied en dat gebied stellen. Dus wij gaan dus de bovenste dode punt zetten. Compressieslag, ontbrandingsslag met de vonk op de bougie. Dat is het punt ongeveer, bovenste dode punt. En dan wil ik op deze twee ruimtes... banen, de vrije ronding, dit is mooi rond, wil ik de speling stellen. Hier liggen de vingers, en in dit geval liggen ze zo. En daarboven komen de stoterstangetjes op. Dus hier liggen de vingers op. Eigenlijk had ik de andere zuiger moeten doen, maar hier liggen de vingers op om te stellen. Dus dit is je punt. Dus de nokken staan alle twee naar beneden gericht. Dan begrijp je misschien ook waarom ik het dode punt boven zoek. En de ene slag en de andere slag is dus de ene is te goed en de andere is fout. Hoe zit dat? De krukas draait 360 graden. De nokas draait dan 180 graden. Dat wil zeggen dat de krukas twee keer moet draaien voor een volledige omdraai van de nokas. Dus in principe heb je of deze slag altijd staan, dus als de zuiger boven zit, of deze slag. Kun je het voorstellen? Daarom is het kleppenstellen van belang dat je altijd even het juiste punt zoekt. En kijk gerust even naar mijn andere filmpjes. Die geven ook nog wel wat toelichting. En ik zie dat mijn ene filmpje op YouTube ook alweer klaar is. Nou, uitlaat. Hij staat nu goed. Dit is natuurlijk niet goed. Dat kan zelfs een blinde kip nog wel horen. En wat ik doe is het voelermaatje ertussen zetten. En vroeger gaf ik ook wel eens, wij noemden dat het kleppenstelavondje. Dan betaalde je een klein bedragje voor de grap. En dan had ik hier 5-6 mensen staan. En dan leerde ik jullie kleppenstellen. Alleen, het is mij de laatste tijd wat te druk. En wat te vol hier. Want dan had ik hier 3 motorblokken staan. En dan had ik 6 mensen. En dan mocht je met z'n tweeën aan 1 motorblok sleutelen en... Aan het eind van de avond lagen hier soms 2-3 motorblokken gesloopt uit elkaar. Dat was ook wel leuk. Dan mocht hij ook gewoon slopen. En dan begonnen we om 7:30 en we eindigden om 10:30. Met koffie en koek erbij. Kijk, dit staat te strak. Dus dan zetten we die iets losser. En dit staat eigenlijk weer een tikkeltje te los. Maar omdat ik weet dat ik het zo weinig heb verdraaid... kies ik ervoor om toch nog even ietsjes losser te zetten en vast. Ja, dit vind ik fijn. Dat is ook fijn. Altijd even nachecken. Jongens, hier hoeft geen olifant aan te hangen. Het is echt 3 keer niks wat er vast zit. Dat hoeft helemaal niet zo vast. Waarom zeg ik dat? Dit is M6 en schroefdraad heeft een bepaalde maatvoering. En daar bedoel ik mee, als je 1 keer draait, gaat hij zoveel millimeter naar beneden. Ik weet niet alle maten uit mijn hoofd. Deze hiervoor heeft 1,25. Dat wil zeggen 1 spoed. Dat wil zeggen dat hij 1 mm en 25 honderdste verschuift. Normaal gesproken is dat 1,5. Daarom is dit anders schroefdraad. Dus Honda heeft fijn schroefdraad. En hier heb ik te maken met 0,5 schat ik. Wat normaal gesproken 0,75 is. Dat wil zeggen dat als jij een klein beetje draait, er heel weinig beweging is. Maar de kracht is enorm. Dat is het voordeel of nadeel van grof of fijn schroefdraad. Dus zo vast hoeft dat niet. Kwartslag voordat het afbreekt moet je stoppen. 0,08 mm inlaat. Denk eraan bij de 650 is dat ietsjes groter. De kleppen worden wat heter. De kleppen zijn ietsjes groter.